Waar zou die vrouw met die tas over denken? Want ze ziet er wel moe uit. Als ze, ja. Ze ziet er uitgeput uit. Lange dag. Ja, lange dag gehad, ja. Ze wordt gewoon naar huis, denk ik. Het meisje met de grote trui. Een meisje met de grote trui liep langs me. Ze huilde en sprak tegen zichzelf. Waarom huilde ze? Het regende en ze bleef maar huilen. Mijn ogen konden niet wegblijven van haar grote trui. Toen sprak ze tegen me en zei dat het zwaar was. Het meisje met de grote trui was te zwaar. Haar grote trui. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik heb echt geen idee. Ik had in mijn hoofd het meisje met de grote trui. Ik schreef dat op en toen kwam echt de rest vanzelf, man. Ja. Vond je het leuk om op te schrijven? Ja. Maar het is iets wat ik normaal nooit doe, zeg maar. Dus het was wel leuk. En wie is het meisje met de grote trui? Dat is gewoon in mijn fantasie. Gewoon een meisje met een gestreepte grote trui. Ja, dat is het eigenlijk. Maar dat blijft gewoon nog een fantasie. Ja? Ja, fantasie. Dat is een soort mysterie. Een mysterie, ja. Maar kan het dan ieder meisje zijn? Ja, het kan echt ieder meisje zijn. Maar nee, die als ze maar een grote trui heeft met... Met strepen. Ja, met strepen. Oké, dus stel je voor, we zien zo'n meisje met een grote trui. Ja. Dan is zij ja, ook zij, ja, zij is het, ja. Zij kan het ook zijn. Hoe voelt dat meisje zich? Gewoon eenzaam, ze wordt gepest, want ze is natuurlijk te zwaar. En ja, daarom houdt ze ook zo vaak. Waar komt die zwaarte, waar komt dat zware vandaan? Is dat door de trui, omdat die zo zwaar is? Of zeg maar, het is een dik meisje en door die grote trui, we zullen dat verbergen. Ik had hem anders gelezen of begrepen. Ik dacht, ze is zwaar omdat ze gewoon zoveel van die gedachten ja. heeft. En die zijn zwaar. Ja. Dat kan het ook zijn. Dat kan het ook zijn, ja. 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 Maar gaat dat goed komen, denk je? Ja. Ja? Als ze hulp gaat vragen, als het maar dat wordt gepest, komt het denk ik heus wel goed. Wie gaat haar helpen dan? Als ze hulp, ja, weet ik niet. Haar vrienden? Of wordt ze juist door haar vrienden gepest? Dat zou kunnen. Ik weet niet door wie ze wordt gepest, maar ze wordt in ieder geval gepest. En je schreef ook dat het regende, toch? Ja. Waarom was dat? Ja, omdat wanneer iemand wordt gepest, is het wanneer je droevig bent, dan denk ik meteen aan regen. Dat is een beetje zielig en dan, ja, gewoon treurig, zeg maar. Ja. Dat maakt het nog treuriger, snap je? Ja, ja. Zou zij jouw vriendin worden? Ja, waarom niet? Ja? Zou jij haar helpen? Ja. Als het kan, help ik graag. Hoe dan? Ja, gewoon naar de perskop te gaan en zeggen dat hij of zij moet stoppen. Gewoon aanspreken? Ja. Ik denk dat jullie wel goede vrienden zouden worden dan. Ja, tuurlijk. Denk je dat die meiden die nu zo vrolijk langslopen, ja. dat ze ook soms verdrietig zijn? Ja, sowieso, tuurlijk. Waarover dan? Ik denk, misschien een vriendje heeft het uitgemaakt. Onzeker over zichzelf. Ja, ik weet het niet. Het zou voor alles kunnen zijn eigenlijk. Eigenlijk heb je toch ook soms van... dat je nooit laat zien wat je echt voelt. Ja. Dat je altijd een beetje een masker op hebt of zo. Ja. Stel voor jij zou zo langs lopen en je zou verdrietig voelen, zou je zo kunnen huilen? Nee. Nee? Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Dan zou ik liever thuis huilen of zo. Maar niet echt op straat. Want er zijn zoveel mensen die naar je kijken. Dat zou ik persoonlijk raar vinden. Zou jij dat wel doen? Ik weet niet, ligt aan of waarom ik moet huilen. Het meisje met de grote trui, die huilt ook. En ja. mensen zien haar ook, toch of niet? Ja,
Ja. Zo. Hoe zou jij naar haar kijken dan? Misschien kon zij het echt niet meer aan. Misschien is het gewoon even eruit. Ja. Maar in het leven weet je het bijna nooit. Nee. Bijvoorbeeld die mevrouw daar met die hoofddoek. Ja. Ze lacht nu. Maar je weet ook niet of ze misschien net heeft gehuild. Ja, dat ja, zo. Een meisje met een grote trui. Een meisje met een grote trui liep langs me. Ze huilde en sprak tegen zichzelf. Waarom huilde ze? Het regende en ze bleef maar huilen. Mijn ogen konden niet wegblijven van haar trui. Toen begon ze met mij te praten en zei dat het zwaar is. Een meisje met een grote trui was te zwaar. Een grote trui. Een grote trui. Een grote trui, ja. Nou, man.